Inalfa Roof Systems, leverancier van schuifdaksystemen voor de wereldwijde auto- en truckindustrie, heeft een nieuw hoofdkantoor in Venray. Ongeveer anderhalf jaar na aanvang van de bouw werd het nieuwe gebouw vandaag officieel geopend. Tijdens de openingsceremonie werd via een videobillet het verhaal van Inalfa verteld. De ceremonie werd op traditionele Chinese wijze afgesloten door de leeuwendans. Een dans uit een Chinese eeuwenoude traditie die wordt geacht geluk en voorspoed te brengen. Het speelt een belangrijke rol in de traditionele Chinese godsdienst en op Chinese feestdagen en kon bij de opening van het nieuwe gebouw niet ontbreken. De vele aanwezige zakenrelaties zagen een trotse topman Jan Tilkens en wethouder Lonen tijdens het belangrijke moment. Natuurlijk ben ik zeer trots als je kijkt naar het resultaat dat uiteindelijk deze organisatie, de mensen van deze organisatie, dit mooie resultaat hebben neergezet als groei van de organisatie. Maar daarnaast ook op zeer korte termijn zo'n heel mooi gebouw neer hebben gezet, wat representatief is voor wat we iedere dag doen hier. Heel erg trots natuurlijk, een heel mooi gebouw, maar nog belangrijker is natuurlijk de inhoud. Er werken 800 mensen dadelijk op deze locatie, hoogwaardig arbeid, nou, gebleven in Venray, heel erg blij natuurlijk. De nieuwbouw is gerealiseerd middels een samenwerking tussen Inalfa, de gemeente Venray, de provincie Limburg en ontwikkelings- en investeringsmaatschappij LIOF. De multinational met 19 vestigingen wereldwijd zal komende jaren verder inzetten op de groei en innovatie waarvan het laatste vooral in het nieuw kantoor zal plaatsvinden. Er is een duidelijke verschuiving heeft er plaatsgevonden van het produceren naar het ontwikkelen. Dus zeg maar naar hoogwaardig ontwikkelen. Maar daarna zijn we toch nog in staat geweest om ook de maakindustrie, het produceren hier erin bij te brengen in dit gebouw, dat dat in de juiste balans is. De verhuizing is overigens nog niet helemaal achter de rug. Rond de 200 werknemers verblijven momenteel nog op het oude hoofdkantoor op de Maasheeseweg. Naar verwachting zullen alle medewerkers in september in het nieuwe gebouw actief zijn. Het is zeer belangrijk dat een bedrijf als Inalfa in Venray blijft. Dat laat zien dat bedrijven, dat soort bedrijven zich hier vestigen. Dus dat lijkt me heel positief. Dus dat blijkt ook wel in de regio, richting Eindhoven, dat daar alle bedrijven zitten, dat het hier in Venray ook kan. Dus nou, nu moeten we natuurlijk meerdere bedrijven volgen die dat doen. Maar dan werken we wel heel erg hard aan. Belangrijk is omdat zij het in staat bent dat Venray ook een visitekaartje heeft met zo'n internationaal bedrijf. Dat in de auto-industrie denk ik de grootste toeleverancier is in Nederland. Voor 45.000 mensen zijn werkzaam in Nederland in de toeleveringsindustrie. En daar zijn er toch straks een kleine 8.000 werkzaam bij Inalfa. Dus in die zin is het denk ik een mooie opsteker ook voor Venray. Natuurlijk de uitstraling van zo'n bedrijf en van zo'n gebouw, dat is natuurlijk fantastisch. Voor de werkgelegenheid, heel veel mensen die hier werken, toch 800 mensen, hoogwaardig arbeid. Ook productielocatie, daar is belangrijk voor. En we proberen ook echt uit te stralen dat de hele maakindustrie hier kansen heeft in deze regio en dat blijkt met Inalfa ook. De werkgelegenheidsgroei in Venray zal relatief laag blijven. Van de plusminus 800 mensen die nu in de hoofdvestiging van Inalfa werken, onder wie de helft hoogopgeleide engineers, komen er maximaal 50 bij, een stijging van ruim 5%. De prognose is dat het aantal wereldwijd verkochte schuifdaken in deze periode zal stijgen van jaarlijks 4,5 miljoen naar 8,5 miljoen, en dat de omzet in 2020 wordt verdubbeld naar 2 miljard. Voor de realisatie van deze doelen is deze locatie bewust gekozen. Dat heeft verschillende redenen. In eerste instantie de kennis die wij opgebouwd hadden in het verleden rondom het Venray. Het was erg belangrijk om die kennis niet verloren te laten gaan. Daarnaast ligt de locatie Venray binnen Europa, als je praat over de auto-industrie, vrij centraal. We zijn vrij dicht bij onze klanten in Zuid-Duitsland, ook in Noord-Duitsland. Vrij kort bij vliegvelden. Dus in die zin zijn we centraal georiënteerd in Europa. Maar daarnaast ook qua tijdzones vrij centraal ten opzichte van China en ten opzichte van Noord-Amerika. Tijdens Kiestechniek 2017, die in het voorjaar gehouden wordt, zal Inalfa de deuren openzetten voor het grote publiek. Geïnteresseerden zijn er van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gebouw
en het ontwikkel- en productieproces van de schuifdaken van Inalfa.